Toen ik een aantal jaren geleden zelf de AIA Media prijs kreeg, was ik zeer verrast en blij met de prijs. En ik mag nu de prijs zelf uitreiken en ik hoop dat degene die de prijs wint er net zo blij mee is als ik. Dit jaar de 18e Tocht in Noord en alweer het zesde Countrywalpad op Nieuwe Zandvoort. Dat hebben we veel mooie beelden en verhalen voorbij zien komen. Toen we ooit 2018 begonnen met het Countrywalpad als individuele tocht in de Noord, hadden we daarbij allerlei ideeën wat je zou kunnen beleven, wat je zou kunnen zien, welke zintuigen je zou kunnen gebruiken. Maar het is eigenlijk ook een beetje een individuele tocht in de Noord. Dus wat je beleeft en hoe je dat ervaart, heb je vooral zelf gehad. Afgelopen jaren zagen we heel veel beelden voorbij komen. Kerken, molens, landschappen, borden van plaatsnamen, allerlei gevels van huizen, maar ook dieren, luchten, van alles en nog wat. Het blijkt maar weer wat er allemaal te ontdekken is in Groningen. Als ik kijk naar de winnaar van de AIA Media Prijs dit jaar, heeft diegene wel allerlei aspecten laten zien daarvan. Het was een ware expeditie soms, een verheugen, het verbinden met ervaringen uit het verleden, de geschiedenis naar het heden. Soms was het Countrywalpad op zich ook niet genoeg. We hebben er zelfs eigen varianten en thema's bij bedacht. Een rondje om meren, een rondje langs spoorlijnen. En ik herinner mij ook een keer van een boot die drooggevallen was op het pad, waarbij de AIA Media prijswinnaar dacht, ik heb alvast uitzicht op de etappe van Schoenenkoog. Wie is de winnaar geworden van de AIA Media Prijs 2024? Hij heeft hem misschien al zien aankomen. Dat is geworden Albert Dubben. Bijna bij elkaar zitten. De Berentocht. Dat komt wel erg dichtbij mij. Ik probeer het een beetje op te bouwen, dat het toch een plaatsvindende verrassing is geweest. Is ook een enorme verrassing. Ik ben erg blij. Nou, we hebben enorm genoten van al jouw verhalen en beelden. Het was eigenlijk nooit genoeg. En we hebben de reacties ook gelezen, want heel veel mensen hebben daar enorm van genoten. Dus wij voelen dat jij dit jaar de prijs verdiend hebt. Van harte gefeliciteerd. Ik wil er wel even zeggen dat ik op. Typisch lief aan alle mensen die altijd graag te zien hebben hoor. Dat je ideeën krijgt van wat een leuke route is om te wandelen. En het zijn hele leuke verhalen bij. Ik hoop dat we zo doorgaan. En dat er nog veel meer reacties komen wat je onderweg beleeft. Nou, dat heb jij vooral laten zien. En ook allerlei eigen varianten die je daarop bedacht hebt. Dat was een ware belevenis.